Heb je het koud? Heb je het koud? Je hebt het wel koud, geloof ik. Ik heb wel een beetje koud, ja. Oh. Burn, motherfucker. Burn. Ja, wat is dit weer? Wat is dit weer? Waar zijn we nou weer aan? We zijn nu in Amsterdam. Amsterdam zijn we. Oké. Okay. Ja. Voor wie? Voor Doreen Roos. Doreen Roos. Doreen. Doreen Roos. Oké. Okay. En ja, waar is Doreen van? Van Temptation Island. Ze is model, actrice. Ze is playmate van het jaar geweest. En ze zeggen ook dat ze op Angelina Jolie lijkt. Dat klopt ook, ja. Maar zeg, weet je, want dit is even serieus. Sorry. Ja, dit is even, serieus. Nou, we erin, toch? Want dit is een hele mooie vrouw, weet je. En ik ken jou. Ja, ik ben Creative Dutch. Ik ben ook heel groot op Instagram. En ik ben beroemd, weet je. En dan valt ze daar niet te voor, ja, dan ga je proberen om haar te sieren. Ja. En dan kom ik over als een soort lompe boer, zeg maar. Ja, maar ja, hier werk je keihard voor. Zullen we naar de bioscoop gaan? Ja, ik wil naar de bioscoop gaan. Ik weet precies hoe het gaat, wat je gaat doen. Waar zie je me voor aan? Nou, omdat ik dan in de hoek word gezet. Jij kent me echt goed. Jij kent me gewoon te goed. Ja, maar ik weet het. Dus we moeten netjes, zakelijk? Nee, niet zakelijk, maar gewoon dat wij komen niet meer in de buurt bij deze vrouwen. Oh. Wel nu aan. Dan moeten we dan zo, ja. Hoi. Snel of niet? Ja, dat is heel snel. Ja, dat is heel, zeg maar... Ja, kan je geen niet knippen? Oh ja, dat kan wel. Natuurlijk wel, maar we houden alles erin, dit is spontaan. Ja. Leuk dat je... Zitten we met z'n tweeën in beeld? Ja. Hoi. Ik heb hier een puist, zeg maar. Ik heb mijn opleiding gedaan voor schoonheidsspecialist, dus ik kan hem wel uitknijpen. Ja, wil jij dat doen? Nee, je hebt hem al uitgeknijpen. Chris, wat is dit nou weer? Niet flirten met onze gasten. Ja, ik we hebben al een paar dagen deze afspraak en die puist zit al heel lang. Dacht, oh, misschien zit je dus stress. De hele tijd zo zitten praten. Zo. Ja. Hey, hoe gaat het met jou, zeg maar? Dus maar dat zijn stresspuisten, want je was gewoon een beetje zenuwachtig om Doreen te ontmoeten, heb je gezegd. Ja, dat heel, al heel mijn vrienden zijn. Ga je nou een beetje verlegen lopen? Mijn telefoon gehad. Nee, weet je, doe normaal, gedraag je. Ja. Ze maakt je kapot. Nee, maar zo ben ik toch niet. Nee, maar je moet wel scherp zijn. Ja. Een vriend van mij die zei, je moet scherp zijn. Want dat soort vrouwen, die verslinden je. Voor je het weet lig je te dweilen op de vloer of zo. Ja. Om je dingen schoon te maken bij de Albert Heijn. Ja. Of spullen te halen. Maar goed, we hebben 27 september hebben we Jan Flemings roost. Daar ben je dan ook erbij, zeg maar. Oké, ja, gezellig. Ik heb er zin in. En? Doreen roost. Roost. Ja. Daar heb je een hele avond op gezeten, op deze grap. Nee, ik heb er zin in. Ja, ik lach en ik ben ook... wat moet ik hierop zeggen? Ja, goed. Je hebt dit, ze hebben het inder zo. Dit. Je kan heel beroemd worden. Ja. Nou, dat ben je al, maar goed. De 27e. En ken je alle mensen die geroost? Nee, nou ja, ik heb de namen voorbij. Ik ken Damien, Johan Flemings ken ik, Emiel Ratelband. En voor de rest heb ik echt geen idee wie het zijn, maar ik ga hem wel even inlezen. Wat ga je aantrekken op die dag? Wat weet dat ik aantrek? Geen idee. Laat het maar aan mij over. Sokken. Sokken, alleen sokken. Van sokken. Die kous hier zo. Die voetbal. Heb jij voetbalsokken? Zo, nee, heb ik niet. Dat zou wel heel grappig zijn. Maar kan ik wel regenen. Oh, oké. Okay. Ja, heb je het koud? Je hebt het wel koud, geloof ik. Ik heb wel een beetje koud, ja. En ik heb ook een beetje haast. Oh, oké. Okay. Even omhoog. Ja, je zit er heel voor de kijkers. Dat is helemaal niet goed, joh. Heb je het koud? Puur voor de kijkers. Je zit te kijken. Ja, dat is puur voor de kijkers. Ja. Weet je ook, het grap zou zijn als je dan de hele tijd zo in die camera kijkt. En dan moet je kijken naar mijn ogen, zeg maar zo. Ja. Zo. Nee, maar dit is plat. Zo ben jij niet, Doreen, toch? Nee, nee. Doreen is high class. Ja. Ja. Nou, dit was het. Ja. Dankjewel. 27 september weer erbij. Ik hoop dat ik niet... heb je pepperspray? Nee. Oh, voor Rolf Tangel? Ik mee, voor Rolf Tangel, ja. Oké, okay, nou, doe hem de groetjes terug. Ja, dat is goed. Nou, goed jongens, ik zie jullie dan. Ja, goed. Dankjewel. Doeg! Doei. Zo. Nou, die komt. Motherfucker, burn.
wat rust, Chris. Nou, dankjewel. Ga je nu weg? Ik ga, je hebt dingen te doen. Ik ga virtual reality gamen. Oh, echt? Ja, en ik moet er om 4 uur zijn, dus ik ben een beetje later. Goed. Nou, dan... Maar mogen wij nog dingen met je doen of zo? Gewoon leuk, de hele dag. Zijn er veel bosjes waar je nu zo meteen komt? Nee. Daar ga ik dan in staan. Ja. Oké, doei. Dankjewel. Ja, dag. Tot de 27e. Ja. Dag. Doei.